Je gaat een duet doen met God van Boeijer. Ja, hij heeft dit thema is zo tijdloos. Het liedje ook. Dat is over 20 jaar kun je dit nog in deze vorm draaien. Mm-hmm. En het heeft toch hetzelfde impact. En eigenlijk mag je niet aan dit soort liedjes komen. Want ik vind dat Frank dat zo fantastisch zingt. Ja. Maar ik ga dit samen met hem proberen te doen. Ja, hij is jouw held. Je hebt toen bij Bart Arends een tijdje geleden gezegd dat hij jou... Ja, hij is een god in Nederland. Waarom vind je hem zo groot? Waarom... Nou, dat heeft te maken met de geloofwaardigheid waarmee hij zingt. Hij heeft zelf ooit gezegd dat hij woont in zijn liedjes. En dat voel ik ook zo. Ja. En dat is waar ik zelf ook altijd naar zoek, is dat je het aantrekt als een maatpak. Ja. En dat is bij hem zo. Het is heel vaak net iets anders dan de vorige keer. Maar altijd, altijd raak. Ja. Soms is hij soms een beetje onverstaanbaar, vinden sommige mensen. Maar ik vind dat juist de charme. Dat dialect en dat soms ingetogen, want dat is die heel vaak. Dat past zo bij die liedjes. Maar muziek kan je raken, ondanks dat je het niet altijd kan verstaan. Nou, ik kan het prima verstaan. Okay. Maar ik had wel wat meer moeite mee altijd bij Frank Boeijer. Ja, ik vind het van een ongelofelijke grootsheid. Oké, nou, hij is erbij, 16 december, samen met jou. Maar wat ga je nog meer doen op die avond eigenlijk? Wat ga ik nog meer doen? Mag je dat nog niet vertellen? Oh jee. Ik zing nog een liedje van Frank. Zing je alleen maar vriendenliedjes van Frank Boeijer? Ik heb heel hard te denken van... Ja, ik zing Kronenburg Park. Maar meestal in dit soort gevallen kun je zeggen... Nou, de voorbereidingen zijn druk gaande. En we weten nog niet precies waar. Nou, ik zat even te denken, mag ik het zeggen? Maar ik zeg het gewoon. Ja, Kronenburg Park. En ik ga dit samen met Frank zingen. Oh, en Frank zingt nog een liedje van mij ook. NPO Radio 2.